Wij gebruiken ontzettend veel energie. De industrie gebruikt veel energie. De gebouwde omgeving gebruikt veel energie voor mobiliteit. En die energie komt op dit moment van fossiele brandstoffen. Waar we naartoe moeten is dat we minder fossiel gaan gebruiken. Bij voorkeur helemaal niet. En dat we dat vervangen door hernieuwbare energiebronnen. Als wij de energie gaan voorzien met renewables, dan zullen we dus weer nieuwe materialen nodig hebben. Je hebt materialen nodig om zonnepanelen te bouwen, je hebt materialen nodig om windmolens te maken. Dus dat betekent dat de energietransitie samenvalt met de grondstoffentransitie. Grondstoffentransitie of circulariteitstransitie is nog veel minder lang bezig en zitten we echt nog in die eerste fase. Ja. Waarbij we nog niet goed kunnen overzien waar het allemaal heen moet. Want dan moet je echt door de hele maatschappij in. Moet echt ongeveer alles anders. Daar zijn we gewoon nog niet. Dus wat mij betreft is de transitie niet alleen een technisch vraagstuk, maar ook een economisch vraagstuk en ook dus heel duidelijk ook een beleidsvraagstuk. Het is eigenlijk een simpel rekensommetje als je kijkt hoeveel lithium er gewonnen wordt en hoeveel we nodig zouden hebben om alle auto's te voorzien van accu's. Ja, dat redden we niet. Dus dan moet je op de een of andere manier toch zorgen dat je alles gaat hergebruiken wat je hebt. In dit proces heb je een kraker, ja. Waar dus de moleculen gekraakt worden. En we hebben een systeem waarbij dus dit materiaal hierin gebracht wordt. Ja. En dat wordt heel exact op de temperatuur gehouden, waardoor er dus die moleculen gekraakt worden. Er is wel iets wat ik gezien heb bij bedrijven die voorop lopen. Die hebben meestal wel een eigen drive vanuit het bedrijf zelf om te verduurzamen. Aan de andere kant ben ik realistisch genoeg om te denken dat we zeker niet alleen maar met een technische blik de wereld echt veel beter kunnen maken. Uiteindelijk zal dat ook moeten met de mensen met wie we samenwerken en met onszelf.